Er is onlangs een grote enquête geweest, georganiseerd door de Fietsersbond Nederland, met de vraag of er in de Nederlandse gemeenten voldoende fietsparkeerplekken zijn. Hoe is die situatie in Almelo? Bij het station een hele grote fietsenstalling gekomen. En die is aardig goed, voor zover ik het kan bekijken. Als ik er langs loop, zie ik dat er aardig wat fietsen staan, maar dat er nog steeds plaats is. Alleen denk ik dat er voor die hele grote, brede fietsen wat meer plek zou mogen zijn. Nou, wat al bekend is, er zijn vrij veel parkeerplaatsen in het centrum. Alleen in de toekomst, want wij willen als Fietsersbond met name stimuleren dat mensen op de fiets naar het centrum komen en de auto thuis laten. En dat betekent wel, in de toekomst moet je gewoon vooruitlopend op die nieuwe ontwikkeling fietsplaatsen creëren om mensen te stimuleren dat ze de fiets kunnen pakken zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hij ergens omvalt. Heeft u daarover contact met de gemeente? Ja hoor, we hebben daar contact met de gemeente over gehad. We hebben ook aangegeven, zeker rondom de Grote Straat, maar ook rondom het station, wat daar zinvol zou zijn. Ook aan de achterkant van het station zijn toen fietsparkeervoorzieningen gekomen. Dat kost natuurlijk geld. Dat kost niet zoveel geld. Fietsstallingen zijn op zich niet duur. Die nietjes hier staan waar je een fiets tegen kunt plaatsen, dat zijn kleine bedragen die eigenlijk wegvallen tegen parkeerplaatsen voor auto's. En ik denk als we meer bezoekers naar de binnenstad gaan trekken, want we trekken nu zo rond 100.000 mensen per jaar naar de binnenstad. En als dat gaat toenemen, en ik hoop dat dat gaat toenemen, dan zullen we toch ook in de toekomst moeten gaan nadenken over het toevoegen van slimme fietsparkeerplekken rond en in de binnenstad. Ik denk dat het heel praktisch zou kunnen zijn dat leegstaande winkels, die er op dit moment redelijk in overvloed zijn, dat een van die winkels gebruikt kan worden als een fietsparkeerplek. Waar dan ook bewaking zou kunnen zijn. Want ik denk voor sommige fietsen dat het wel prettig is dat er bewaking is. Omdat mensen hun kostbare fiets toch niet overal zomaar neer willen zetten. Op zich zou het een goed idee kunnen zijn voor de komende tijd. Als we piekmomenten hebben om te kijken of er een winkel is of een plek is waar je die fietsen neer kan zetten. De eigenaar moet dan natuurlijk wel bereid zijn om mee te werken. Dat is zeker een idee wat met de gemeente besproken kan worden. Hoe staat het met de kansen van Almelo om in de toekomst fietsstad van het jaar te worden? Die kans bestaat zeker, alleen wel een paar jaar de tijd nodig. Er zijn een aantal zaken in Almelo die verbetering vragen. Zoals? Ik denk met name dan de fietspaden, de bereikbaarheid van het centrum met de fiets en de verbindingswegen zoals de F35. Het lijkt allemaal heel mooi, maar er zijn best wat hiaten die we moeten gaan invullen de komende jaren. Almelo fietsstad 2040? Nou, misschien wel iets eerder.